Een fragment van een film waarin enkele kinderen uit het dorp Koffiekamp worden geïnterviewd over de mijnbouwactiviteiten. Deze film is vanmorgen vertoond bij de opening van een eendaagse conferentie over kinderrechten binnen de mijnbouwsector. De conferentie is georganiseerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het Kinderfonds van de UNICEF en het ministerie van Justitie en Politie. Marianne Vlag, vertegenwoordiger van de UNICEF, zegt dat bedrijven een positieve invloed op het leven van werknemers en hun gezinnen kunnen uitoefenen door ze goed te betalen. En informatie over gezondheid en diensten en blijvende toegang tot onderwijs. Het kan ook gaan om bijzondere aandacht voor de arbeidsomstandigheden, zoals de betaling van een leefbaar loon, lengte en flexibiliteit van werktijden. Voorzieningen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Voldoende ouderschapsverlof. Het ondersteunen van migranten en seizoensarbeiders met de afstandouderschap. En het faciliteren van toegang tot kinderopvang, gezondheidszorg en onderwijs. Volgens de WHO sterven er elk jaar ongeveer 3 miljoen kinderen onder de 5 jaar als gevolg van milieugerelateerde ziekten. De vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Politie, Tanya Poel Singh, gaf aan dat het ministerie op het stuk van de schending van kinderrechten een zero-tolerance beleid voert. Volgens haar is het jammer dat het soms de ouders zelf zijn die hun kinderen exploiteren, terwijl ze juist voor veiligheid en geborgenheid moeten zorgen. Minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen zei dat het thema uitdagend is met vele facetten die onze samenleving raken. Zo werden vragen gesteld als: werken kinderen werkelijk in de mijnbouwsector? Wat zijn precies kinderrechten en welke actoren moeten die rechten waarborgen? Welke vragen ook opgeroepen worden bij het horen van het thema van deze conferentie, het belangrijkste aspect van de dag is dat wij onderkennen met z'n allen dat kinderen ook een stakeholder zijn als het gaat om de ontwikkeling van de mijnbouwsector in Suriname. En, om het te benadrukken, zelfs een van de belangrijkste stakeholders, omdat wij steeds propageren alles wat wij doen, de toekomst van het land, in mind te hebben. Indirect of direct beïnvloeden zakelijke besluiten die wij als overheid en bedrijfsleven, natuurlijk ondersteund door sociale partners, nemen de kinderen van onze medewerkers en de omgeving waarin wij opereren. Dit geldt ook voor de vele legale en illegale kleine ondernemers die in met name de kleinschalige mijnbouw hun brood verdienen. Minister Dotson wees er verder op dat de ordening van de kleinschalige mijnbouw ook ter hand genomen zal worden. Verder zal het systeem van rapportage gestandaardiseerd worden. Volgens hem is er bij deze conferentie aan alle aspecten gedacht. Daarom zijn niet alleen deskundigen aan het woord gelaten, maar ook de kinderen. De eendaagse conferentie is gehouden in de ballroom van Turarica en is vanmiddag afgesloten.